Welkom. Hallo. Hi. Have a seat. De 41-jarige Volodymyr uit Mariupol is sinds maart in Limburg. Hij raakte in februari dit jaar gewond bij de Poolse grens. Hij werd daar met een Russische Kalashnikov door zijn arm geschoten. Het schot doorboorde zijn rechterbovenarm. Het is een wonder dat hij het heeft overleefd. Because it's usually it's not only a single shot. It's more shot, but something going wrong with machine gun or something. I don't know what's happening with this guy. Maybe he's not a professional or something. So maybe after when I lay down on the ground, he didn't see me or something. I don't know, but I will survive. Shall we go to the other side? Yes. Pezen, botten, spieren, alles was weggeschoten. Door snel handelen van zijn medesoldaten kon zijn arm gered worden. De verwonding was zo ernstig dat hij niet in Oekraïne geholpen kon worden. Hij kwam in het MUMC Plus terecht voor een operatie. Sinds april revalideert hij bij Adelante. Ja, de eerste patiënt, dat is nu bijna 2 jaar geleden die hier kwam. Dat was een jonge vent die ernstig gewond was aan zijn benen. Ja, dat was voor ons natuurlijk echt wel iets nieuws, hè, met schotwonden aan benen. Ja, dat heeft wel heel veel indruk gemaakt op ons allemaal hier in het revalidatiecentrum. Het feit dat je überhaupt een oorlogsslachtoffer hebt, is natuurlijk nog niet heel gebruikelijk. En iemand die ook super gemotiveerd was om te herstellen en ook zo snel mogelijk weer terug te gaan naar Oekraïne om weer door te gaan vechten. Ja, dat was voor ons ook wel echt een nieuwe ervaring. Ook Volodymyr kan niet wachten tot hij weer sterk genoeg is om terug te gaan naar zijn vaderland, om te vechten. Why? Oh, because it's my country and I have to do this. If we don't fight, we lose this. Denkt u dat u nog veel patiënten gaat krijgen uit Oekraïne? Ja, zolang de oorlog duurt, vallen de gewonden. En een deel van die gewonden zullen ook naar Nederland komen. Dus ik verwacht wel nog dat er nog wel een aantal mensen zullen komen. Mm.